6000 megawatt is zeker haalbaar voor Nederland. Maar tegelijkertijd moet je je realiseren dat het een gigantische opgave is, omdat er nu ongeveer een derde van staat. Dat betekent dus dat er nog ongeveer 4000 megawatt moet aan worden toegevoegd. Dat zijn een heleboel turbines en je moet je ook realiseren dat de turbines die er nu staan niet automatisch zijn gekomen. Zijn toch heel wat weerbarstigheden in de weg naar het realiseren van een windpark. Borging is een heel cruciaal onderdeel van het, met name het CER-energieakkoord. Dat wil zeggen dat er een afspraak is gemaakt voor een hele lange periode, tot 2023 aan toe. En het CER-energieakkoord voorziet erin dat men nauwlettend gaat volgen of er inderdaad wordt gebeurd wat er is afgesproken. En dat is die hele grote opgave ook voor de windenergie. Dus ik acht die kans groter dan ooit in Nederland. De toekomst van windenergie ziet er in dit opzicht op dit moment zeer rooskleurig uit. Omdat windenergie een favoriete vorm van energieopwekking is als het gaat om duurzame energievoorziening. Dat betekent dat voor de komende decennium de windbranche zijn handen meer dan vol zou moeten krijgen. Wat er daarna gebeurt, welke situatie er dan weer is, dat zullen we dan wel zien. Maar voorlopig zie ik voor wind voorlopig heel veel perspectief. Dit jaar is een groot opstartjaar voor de windenergiesector. Dat betekent dat al die ambities die nu zijn verwoord, dus nu ook moeten worden waargemaakt met allerlei regels, voorwaarden die moeten worden gecreëerd, dat men echt aan de slag kan de komende jaren. Want je moet je ook realiseren, het maken van een windpark kost toch minstens 6 tot 8 jaar voordat het echt er staat. Dat betekent dat we niet zo gek veel tijd meer hebben tot 2020. Juist op het moment, 2014, waarin alles in beweging moet komen rond windenergie. Dat betreft windenergie op land, ook windenergie op zee. We zullen het nu waarschijnlijk vooral over wind op land hebben, want dat is op zich een vrij weerbarstige materie. En dan is het heel goed met elkaar te delen hoe je daar het beste mee om kan gaan.